Op een boerderij aan de Bovenkerkerweg bij Uithoorn is zondagavond brand uitgebroken. Op het adres waar de melding gedaan werd, is de Bofkontboerderij gevestigd. Er worden varkens, koeien en kippen gehouden. De dieren die achter in het pand zaten en in het gebouw ernaast, die zijn allemaal in veiligheid gewacht. Het hoofdgebouw laten ze nu gecontroleerd uitbranden. En het bijgebouw, dat hebben ze even te redden. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer heeft de vlammen met man en macht bestreden. Als het grote brand is, dat betekent dat er meestal 2 autoladders en 3 à 4 autospuiten zijn. Ze blijven zorgen dat die niet overslaat op het naastgelegen pand. De brand woedde in een deel dat verbouwd werd. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.